Goedenavond, welkom bij Dommeland Live van woensdagavond 20 juni. En het is alweer heet in de studio, heel vol en heel gezellig met een mooi programma op de agenda. We hebben natuurlijk uitgebreid aandacht aan de ster ZLM-toer die afgelopen zondag in ons mooie Bokstel de finish beleefde. Dat later op in de uitzending. We hebben ook de beelden trouwens van de huldiging van alle Alduzes deelnemers, in ieder geval uit onze gemeente. Maar ik begin vanavond met dit mooie gezelschap hier aan tafel, namelijk de Bokstelse Wies van Haren. Die behaalde met haar danspartner Wesley van Riel maar liefst de vijfde plek op de NK van ballroomdansen in Almere. Ja, dat vond ik reden genoeg om hen aan tafel uit te nodigen. Wies en Wesley, van harte welkom. Ik begin met mijn buurman hier, want dat is onze cameraman Piet Wels. Piet, welkom. Ja, wat leuk om jou hier trouwens zo aan tafel te zien zitten. Want normaal staat Piet achter de camera bij Dommeland Live. Wij gaan hier op vrijwillige basis met z'n allen iedere week heel hard aan de slag. Maar Piet is vanavond hier aan tafel omdat hij afgelopen week reparateur was bij het nieuwe, voor Bokstel althans, Repair Café. En wat dat is, dat willen we u graag aan de hand van mooie beelden zien. Want onze collega Theo Meeges is op pad gegaan. Het Repair Café in het Goed Bokstel. Goedendag, kijkers van Dommeland. Wij nemen u vandaag mee naar het Goed. U ziet achter mij het Goed staan en links van mij ziet u een bus met erop Repair Café. Zometeen gaat Willy van der Langenberg het eerste Repair Café in Bokstel openen. Ik heb van horen zeggen dat er al meer in Nederland zijn. En we willen graag weten wat gaat er om in een Repair Café. Dat doen we samen met Repair Café Amsterdam, de stichting zelf, Transition Town Bokstel en Het Goed. En we hebben met z'n drie eigenlijk de handen in één geslagen en, om hier dit initiatief van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat we één keer in het kwartaal dit initiatief houden. Waarbij mensen inderdaad spullen die kapot zijn of stuk zijn, of ze willen het een keer gewoon nagekeken hebben, hier gratis terecht kunnen. De winkels van Het Goed, want u denkt bij Het Goed vaak aan hele kleine dingen, maar de winkels van Het Goed die trekken in Nederland ruim 2 miljoen bezoekers per jaar. Ja, nee, mijn rol is in Stichting Transition Towns, dat zijn wij. En Transition Towns is eigenlijk, ik weet niet wie begon met Repair Café, maar in elk geval Transition Towns en Repair Café hoort een beetje bij elkaar. Dus over de hele wereld gebeurt dit. En wij hebben gezorgd voor de reparateurs, de meeste tenminste. Ik heb mijn hele e-mailbestand gedaan. Ik heb gezorgd voor de persberichten. Dus zeg maar, het lokale gebeuren zou je kunnen zeggen, hebben wij gedaan. Wat Goed levert dan de posters, materiaal leveren zij en de ruimte. Okay. En die samenwerking is verband met de Repair Café Amsterdam. Mevrouw Max, vragen wat mankeert er? Ze draaien niet meer rond. Ze draaien niet meer rond? Nee, ze koelen niet meer. En u had zoiets van het Repair Café is geopend in Bokstel? Nou ja, hij is nog niet zo. Ze zijn pas een half jaar oud. Dus dan wil hij toch nog wel gerepareerd hebben als dat kan. Hè? Waarom willen we eigenlijk zo graag een Repair Café en waarom willen we daar ook allemaal onze bijdrage aan leveren? We gooien in Nederland immers heel veel weg. Dingen ook die heel eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Die na reparatie ook weer zo goed als nieuw zijn. Helaas moeten we ook constateren dat repareren niet meer zo vaak op het lijstje staat van mensen. Misschien wel een hele goede reden, weten we ook niet meer zo goed hoe dat moet. De kennis van repareren, hebben we geconstateerd, is aan het verdwijnen. En waar die nog wel aanwezig is, blijkt die vaak ongedwongen ook onbenut te blijven. Wat ik al zie, thuis grote problemen, want het gras groeit namelijk. Het gras is hier al 10 centimeter hoog, dus het moet gewaaid worden. Hoe lang is hij al stuk? Nou, ik heb hem 2 jaar geleden gekocht in een aanbieding in de winter. En een half jaar later, toen ik hem wilde gebruiken, toen bleek hij het niet te doen. Geen garantie. Niks. En hij stond in de schuur en ik vind het zo zonde om hem weg te gooien. Ja. Ervaring heeft geleerd dat bezoekers aan repaircafés in het verleden hun spullen gewoon weggooiden, omdat de reparatie toch te duur was. En in het Repair Café kunnen ze zien dat daarvoor alternatieven aanwezig zijn. Repair Cafés zijn immers gratis toegankelijk
met de bedoeling om al dan niet samen te repareren. Maar het lijkt erop dat u een band aan het plakken bent. Ja, dat is mogelijk. Valt dat ook onder het repair gebeuren? Nou, de bedoeling van repair is eigenlijk dat de mensen meekijken en ook leren hoe ze zelf kunnen repareren. Ja, het is niet de bedoeling dat wij hier gratis repareren of dat wij het brood uit de mond stoten van de echte reparateur. Maar mevrouw weet nu een aantal adressen waar ze heen kan ook. En straks weet ze het zelf ook. Ja, altijd mooi als er nieuwe initiatieven in de gemeente ontplooid worden. Piet, cameraman bij Dommeland Live. Ik wist niet dat jij ook daarnaast zo technisch was. Hoe ben jij betrokken geraakt bij Repair Café, bij het goed? Nou, Johan de Dreu heeft mij gevraagd of ik mee wilde doen. Ja, Johan de Dreu. De man, ja, zeg maar. Die heeft het hier in Boxtel mee opgezet. Mm-hmm. En hij weet wat mijn achtergronden zijn. Welke opleidingen ik gehad heb in het verleden. Wat zijn jouw achtergronden en opleidingen dan? Je zit er toch? Elektrotechniek. Oké. Okay. Ik heb LTS gedaan, elektrotechniek. En daarna heb ik Radio Radar School gevolgd in Amsterdam. Aha, heel technisch dus. Technisch, ja. Ja, ik weet dat je dat met de camera bent. Hè? Daar zijn wij heel blij mee. Maar wat zijn jouw ervaringen geweest op die eerste dag in het Repair Café? Wat viel jou op bijvoorbeeld? Nou, het was voor mij de allereerste keer. Ik ging daar gewoon heel enthousiast naartoe. En dat ben ik nog steeds. Mm-hmm. Je komt een aantal dingen tegen die je misschien niet verwacht. Met welke apparatuur komen ze? Zoals? Wat is er kapot? Nou, stofzuigers. Ventilatoren. Het tostieapparaat. Nou, en de föhn van Frits Vastenau hoorde ik, zag ik. Heb je hem gezien, de föhn? Want ik ben zo benieuwd wat er met die föhn is. Ik heb de föhn gezien en die heeft heel een dreu gerepareerd. Ik weet niet hoe het afgelopen is. Okay. Of het gelukt is, ja of nee. Goed. Ja. Wat ik gerepareerd heb, althans wat ik heb geprobeerd te repareren, dat waren twee ventilatoren. Ja. Die heb ik helemaal uit elkaar gehad. Ik heb ze doorgemeten, ik heb er alles aan bekeken en daarna in de vuilnisbak gegooid. Oh, dat kan natuurlijk. Hoe reageerde de klant? En die vond dat uitstekend. Want ze had helemaal niet. Ze vond het ontzettend goed gedaan dat alles opengemaakt werd, alles doorgemeten en dat we niet de fout konden ontdekken wat er aan de hand was. En ze zei weer, ik neem hem niet mee, terug naar huis. Ze zei, ik heb hem ook niet nodig. Dan ga je daar gewoon weg bij het afval. Maar ik denk dat dat ook de opzet is van het Repair Café. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben zelf ook wel vrij snel van denken van het is kapot, we zijn zo verwend, dan halen we maar een nieuw. Want hoe is dat bij jullie, Wies en Wesley? Gooien jullie veel dingen weg? Zo nou, waarvan je denkt, ik merk wel dat ik sneller dingen weg zou gooien. Dat ik niet meer zo snel denk van laat ik het eens opnieuw gaan repareren. Of zo. Ja. Ja. Ik heb ook een tostieapparaat gerepareerd. Althans, een tostieapparaat was een oud apparaat. Dat was kapot, helemaal doorgemeten. En dan kom je tot de ontdekking dat de schakelaar kapot is. Ja. De schakelaar haal je eruit, even bindt die twee dingetjes door. En dan doe je het weer. Mm-hmm. Alleen, je hebt één probleem. Er moet wel een schakelaar in. En die had je niet wel? Nee, die heb je niet. Nee. En die is daar ook niet aanwezig. En ik verwacht ook niet dat je van een tostieapparaat een passende schakelaar kunt kopen. Ja, oké. Okay. Dus, je weet het probleem. Nee, je kunt niet repareren. Maar ik heb, als ik het filmpje goed beluisterd heb, is het ook een soort doorverwijsfunctie? Want dat is eigenlijk ook de bedoeling, hè? Ja. Dat de ondernemers ook nog daar een kans in krijgen, neem ik dan maar aan. Ja, natuurlijk. Op het moment dat ik iets tegenkom bij een elektrisch apparaat, wat ik niet kan repareren, of wat je wel zou kunnen repareren, maar je onderdelen nodig hebt, dan verwijs je naar een leverancier die de spullen eventueel zou kunnen leveren. Ja. Hoe was het voor jou om te doen onder tijdsdruk? Ik bedoel, ze staan volgens mij op je vingers te kijken. Nou kennen we jou als heel relaxed. Tijdsdruk, nee. Nee? Nee, dat is. Ze kunnen me op de vingers kijken, maar ik meet toch door zoals ik denk dat het goed is. Ja. En ga je het nog een keer meer doen? Of wat is de bedoeling nu, het vervolg? De bedoeling is om de 3 maanden. We gaan nog een keer evalueren wat we gedaan hebben. Of het goed gebeurd is allemaal. Wat er eventueel moet veranderen. En de volgende keer ben ik weer aanwezig. Leuk. Dat is over 3 maanden. Ja, dus allemaal op vrijwillige basis, allemaal hè? Op vrijwillige basis, ja. Nou, ja. Dat is hier ook, hè? Nou, dat is hier ook, inderdaad. En dat doen we ook met alle plezier. Zeker weten. Want wat ook meteen leuk is, u ziet de afgelopen periode, we halen geregeld dus iemand juist voor de camera om u thuis kennis te laten maken met een heleboel vrijwilligers die bij Omroep Dommeland werken. Er is nog plek, dus blijf u gewoon aanmelden. Vanavond lopen 2 nieuwe mensen achter de schermen mee, overigens,
om te snuffelen, kennis te maken en al dingen een beetje te leren. Dus wij blijven groeien en we zijn heel veel van plan. Piet, zoals gezegd, je bent niet alleen de vader van, ik vind het leuk om een keer te zeggen, de vader van Dennis Wells, de beroemde singer-songwriter. Ja. Maar cameraman bij Dommeland Live, zoals gezegd, dat doe je volgens mij met veel plezier. We zijn ook blij met jou. Ja. Ik doe het graag. Ja, dat is fijn. Je komt met veel plezier hier. Het moet natuurlijk gebeuren. Jij neemt alle shots goed. Ook daar, we kunnen altijd nog extra mensen gebruiken. Maar onze Piet kunnen we eigenlijk niet al te lang missen. Alhoewel hij nu wel keurig vervangen wordt achter een camera. Dus Piet gaat zo meteen van tafel zijn allerliefste ding doen. En dat is namelijk achter de camera. Piet, dank je wel. Voor mensen thuis, alle info voor Repair Café, ga gewoon even googlen www.repaircafénederland.nl. En daar vindt u hoe u terecht kunt in Boksel. Want weggooien is zonde. Dat blijkt wel uit de verhalen. Ja. Piet, hartelijk dank. Nou, we hebben hier een mooi kleurrijk paar, als ik het zo mag zeggen, aan tafel zitten. Jullie worden ook wel Weasley genoemd, hè? Heb je dat zelf uiteraard bedacht, neem ik aan? De naam, of hoe is dat gekomen? Dat is een beetje ontstaan op een vrije tijdskamp. Ja, ja. Dus er was ook weer iemand die ging op zijn naam, ging zo verdraaien dat het uiteindelijk Weasley werd. Dus ja, dat is er een beetje ingebleven. Ja, nou, ik vind het een leuke naam. Om jullie heel goed voor te stellen thuis. Want we hebben het over de NK Ballroom, Nederlandse kampioenschappen. De meeste van u thuis op de bank hebben allemaal vroeger verplicht of geheel vrijwillig. Of intussen in natuurlijk de verplichte danslessen gevolgd. Ik met heel veel smaak moet ik zeggen, voor mij is het erg lang geleden. Ik wil heel graag met u gaan genieten van de verschillende dansen in die finale. Ik wil zwijmelen met prachtige jurken, mooie muziek. Laten we gaan kijken naar de mooie beelden uit Almere. Toch best goed hoorde ik volgens mij, hè Wesley? Zou jij dat niet? Of, Ja, we waren ook nog even een beetje aan het observeren van waar het ook weer verbeterd kon worden. Dus, Oké. Nou, ik vind het prachtig uitzien. En ja, ik ga eerst echt een vrouwending, de jurk. Hoe kom je aan de jurk? Mijn trainster, Monique, die maakt zelf ook jurken. Zo. En daar heb ik mijn jurk bij gemaakt. Ik wilde graag een flitsende, felle kleur.
Ja. Nou ja, goed, zij weet gewoon heel goed wat bij mijn wensen past. En zodoende ben ik eigenlijk tot dit gekomen. Dus, Prachtig. Jullie zijn in 2011, meen ik, als ik het goed gelezen heb, gestart als officieel danspaar. Hè? Vertel eens, Wesley, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we waren eigenlijk eerst al een stelletje. We trainen namelijk in dezelfde groep. Dat was al een tijdje. Zij had in eerste instantie een andere partner, ik ook. En eigenlijk na november is dat toevallig alle twee bijna tegelijk uit elkaar gegaan. En vervolgens waren alle relaties, dus de klik was snel gelegd. Dezelfde trainingsgroep, dezelfde trainers, je relatie, dus klik was er al. Dus, mooier kan niet, wat dat betreft. Hoe vaak trainen jullie eigenlijk? Volgens mij iedere dag of zit ik er dan naast? Niet helemaal elke dag, maar we zijn er wel elke dag mee bezig. Zo. We doen niet alleen maar gewoon danstraining, maar conditie, krachttraining. En ook een stukje performance. Dus ook danstechnisch, van hoe je goed overkomt op de vloer. Mm-hmm. En daar zijn we zo'n 5 tot 6 keer in de week wel mee bezig. Jeetje. En daarnaast, want ik kan me zo voorstellen, naast de dansen, ik denk niet dat je ervan kunt leven. Laat ik het zo maar even zeggen. Wesley, wat doe jij daarna? Klopt het dat jij in de schoenenbranche zat? Ja, ik zit ook nog op school. Als het goed is, krijg ik voor 1 oktober nog mijn diploma voor fitnessinstructeur met daarbij sportmassage. Zo. Ja, en als bijbaantje doe ik daarnaast ook nog eens in de schoenenwinkel. Doe ik ook nog even mijn bijverdienst. Om ook natuurlijk alles omtrent mijn dansen, de lessen, de trainingen, alles te kunnen bekostigen. Ja, want hoe duur is het? Wat moet ik me daarbij voorstellen op jullie niveau? Als je echt alles bij elkaar rekent qua lessen, wedstrijden, dan kun je toch zeker wel zeggen dat je zo'n €700 in de maand zeker wel kwijt bent. En dan doe je nog niet gek met buitenlandse wedstrijden of dat per soort persoon dingen. Of per paar? Per paar. Zo'n €700-800 ben je toch zeker wel kwijt. Ja. En het prijzengeld, staat er ook nog iets leuks? Bij voetbal word je schatrijk, maar hoe zit dat bij jullie? Was dat maar. Nee, we hebben helaas nooit echt een prijs die we kunnen winnen. Het is echt puur een passie eigenlijk die we doen en een sport. En je geld ermee winnen, dat zit er helaas niet in. Nee. Jammer hè eigenlijk, want je doet er heel veel voor hè. Ja. Nu zag ik op de beelden, voor iedereen die thuis mocht denken van ballroom, je heeft kunnen zien, dat is alles behalve saai en oudbollig. Sterker nog, ik hoorde mensen aan de kant meeroepen, toejuichen. Dat wist ik niet meer. Volgens mij was dat vroeger wel veel, veel strenger en stiller. Is dat echt veranderd de laatste tijd, Wies? Het ballroomdansen zelf is wel heel erg veranderd. Vroeger was het een beetje een hobby van mensen. En nu wordt het toch wel ook meer gezien als een sport. Okay. Dat is wel een heel groot verschil. Dus ook, het is allemaal wat meer met je lichaam, ook met kracht en met uithoudingsvermogen. Terwijl het vroeger het wat rustiger was. En ik denk dat daarom het ook wel misschien op het publiek zeg maar zijn neerslag heeft. Precies. Ja. Nu, Wesley, jij bent geboren en getogen Bossenaar, als ik het goed heb. Ja. Wies, jij bent een bokselse, hè? Ja. Gaat dat goed zo met de Bossenaar? ze zegt niks. Ik hou mijn mond. Nee. Nee, het is een grapje, Wesley, maar ik vind het zo leuk. Nee, maar je bent de echte bokselse. Ja. Heb jij in Bokstel ook op de eerste dansles gezeten? Of hoe was dat bij jou? Waar was dat? Ik ben bij Else Kees begonnen. Ja. En helaas stopte die dansschool. Mm-hmm. Het was eigenlijk heel erg gezellig en lekker dicht bij huis. Dan ga je toch op zoek naar nieuwe scholen, dansscholen in de omgeving. En ben uiteindelijk in Elshout uitgekomen. En bij Anthony en Monique. En zij hebben gewoon wel echt een grote dansschool. Mm-hmm. Waar ze ook vooral op wedstrijddansen gericht zijn. Ja, wist jij toen al dat je daar wel ambitie voor had, zeg maar? Niet. Het is echt wel gegroeid. Ja, vooral omdat het ook wel, toch wel een kostenplaatje en tijdinvestering is. Ja. Dus je moet daar op een of andere manier in groeien. Maar van het een kwam het ander en steeds word je toch wel weer een stukje fanatieker. En dat blijf je er wel in. Ja. En toen ben je Wesley tegen het lijf gelopen? Ja. Ook met dansen of zo?
Nou ja, zoiets. Nee, we dansen bij dezelfde dansschool. En okay. Ja, je bent daar gewoon 4-5 avonden in de week. Je ziet elkaar veel dus, al, hè? Ja. En daarnaast spraken we wel eens af. Dus dan merk je toch wel dat je sneller binnen de danswereld een relatie krijgt. Ja, maar ik denk dat het overal dan wel zo gaat, hè? In de business en overal. Ja. Dus daar zijn jullie natuurlijk geen uitzondering op. Wesley, ik hoorde jou al spreken over de opleiding, over fysio en dat soort zaken. Het was nu de NK in Nederland, in Almere, een vijfde plek. Ik heb er geen verstand van, maar het lijkt mij gigantisch knap om die plek de finale te beëindigen op die dag. Hoe kunnen wij ons dat voorstellen qua internationaal? Hoe gaat dat? Maak je daar kans op of is dat een heel ander circuit? Wat kun je daarover vertellen? Het is wel een heel ander circuit. Het niveau ligt natuurlijk ook al veel hoger. Als je bijvoorbeeld alleen al ziet dat de nummer 1 van Nederland, dus op dit moment Nederlands kampioen, die staat op de wereldranglijst 98ste. En op de wereldranglijst staan 2500 paren. Jeetje. Ja, het is echt, het niveau daar is echt bizar hoog. En als wij daar tussen staan, dan zul je denk ik ons bijna niet zien, omdat het allemaal zo hard gaat. Ja? Maar we hebben wel absolute ambitie om ook vooral internationaal ons neer te zetten. En ook te laten zien van, kijk, wij zijn misschien maar een klein kikkerlandje. Maar ook wij hebben kwaliteiten. Ja. En dat is ook wel een ambitie die ik heb. Nou, een mooi streven lijkt me, hè? Nu, als ik de beelden van net bekeek, die overigens door jouw vader, meen ik, gemaakt zijn. Hè? De trouwste fan, denk ik. Een van de grootste. Van de, hè? Je hebt er een heleboel, volgens mij. Is het in die wereld ook zaak van promoten, netwerken, gezien worden, dat soort dingen? Of is het echt puur de prestatie die je op de vloer levert? Nee, dus wel, er komt echt veel meer bij kijken. Het is ook een stukje promotie, juryleden. Het is uiteindelijk een jurysport. Dus ook jezelf laten zien en gezien worden is wel heel erg belangrijk. Okay. En wat dat betreft denk ik wel dat het belangrijk is om ook het ballroomdansen ook wel weer een beetje te promoten. Want dat is ook wel iets. Bij deze, ik bedoel, het is hartstikke leuk om te doen. Maar wat ik leuk vind om te horen is dat, wat veel mensen kennen van vroeger, het verplichte nummer. Hè, want het hoort bij je opvoeding of in de cultuur. Is het dus veel meer. Je hebt het over krachttraining en dat soort zaken. Presentatie. Dus het zou een mooi iets zijn als we allemaal, ik zou willen dat ik het kon. Trouwens, want we waren eigenlijk van plan om dat ik een proefles van jullie zou krijgen. Maar ja, we waren natuurlijk ook bij de Ster ZLM Tour. We waren op allerlei plekken aan het filmen. Het ging allemaal niet. Maar ja, wie weet ooit in de toekomst. Ja. En we hadden vanavond aan tafel Willem Boulay uit Liemde uitgenodigd. Hè? Die kon helaas niet, want die is heel druk bezig. En dat wist jij weer te vertellen. Waarschijnlijk met Talpa, hè? Ja, hij doet mee in een dansprogramma. En dat doen ze ook vanuit Anthony en Monique. En dan gaan ze dus inderdaad met een hele groep aan de Talpa-show meedoen. Iets voor jullie om dat te doen? Of hoe ligt dat? Nee, op dit moment niet. Wij willen ons echt heel erg graag richten op het individuele dansen. En wij willen ook veel meer internationaal gaan. Mm-hmm. Dus richten daarop. Ja. Ja. Wat is eigenlijk... Ja, want jij hebt met Willem gedanst, hè? Ja. Dat zei hij ook, dat is ook bijzonder. Ja, dat is mijn eerste danspartner geweest. Ja, leuk. Wat is de volgende wedstrijd die op jullie agenda staat, Wesley? Dus 7 juli, dan gaan we naar Wuppertal in Duitsland. Mm. En dan doen we mee aan een internationale competitie. En ja, vervolgens is eigenlijk de planning eind juli. In Zevenbergen zijn er nog 2 competities waar we mee kunnen doen. Daarna zijn we een hele week in Italië op trainingskamp. Wel ja. En, maar ook duur lijkt me dan. Er zit ook wel een heel goed prijskaartje aan. Ja. Wij denken Italië, vakantie en dansen, maar zo is het dus niet. Het is echt een pittige toestand lijkt me dan. Ja, dat is wel hard werken dan. En is dat dan meteen ook geen goede kans om jezelf op de kaart te zetten? Moet je dan extra flamboyant gekleed komen? Moet je dan opvallen, net als bij Idols of al die talentenshowen? Hoe hebben jullie al een strategie? We willen vooral eigenlijk opvallen door het dansen zelf opvallend te maken op de vloer. Ja. En daarnaast vooral gewoon eigenlijk onszelf blijven. We houden niet zo van allemaal bombarie eromheen. Gewoon door echt heel hard te werken en heel hard te trainen. En vooral je ook op veel wedstrijden te laten zien. En dat is wat wij heel graag willen doen. Ja. Dus veel wedstrijden dansen en daar ons laten zien. Ja. Ja. Het is natuurlijk jullie grootste passie.
Ik hoorde net toen jullie binnenkwamen een beetje last van spierpijn. Dat hoort er natuurlijk bij. Als ik zie wat jullie aan bewegingen maken, dan denk ik, wow, daar komt echt heel veel bij kijken. Wat zijn de momenten waarop je denkt van, ja, nu heb ik toch echt even geen zin? Wat is er dan aan de hand, bijvoorbeeld? Die momenten die zijn er eigenlijk bijna niet. Want het is nog steeds een hele grote hobby. En we gaan nog steeds met heel veel plezier gaan we naar elke training eigenlijk toe. Nou, mooi. Dus eigenlijk zijn er geen momenten waarop we zeggen van, nou, laat me zitten, het hoeft vanavond niet. En zijn er dingen, welke dingen vinden jullie tot slot, om het even af te ronden? Ik zag de Slow Fox. Dat lijkt mij de moeilijkste dans die er is. Ik snap echt niks van het tellen. Ik ben ook totaal onervaren natuurlijk. Klopt dat dat die heel ingewikkeld is? Of? Ja. Het wordt gezien als de moeilijkste dans. Okay. Ja, en toen wij samen als partnership begonnen, toen was dat ook een dans waar hij heel veel moeite mee had en echt heel erg tegenop zag, terwijl het mijn lievelingsdans is. Nou, dat is dan wel weer mooi, ja, dat je elkaar kunt liften dan. Ja, ja. Symbolisch. En, ja, nu is het ook wel eigenlijk samen wel een van onze beste dansen, dus dat is dan wel grappig. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Nou, ik wou nog schoenen vragen stellen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Ik vond het geweldig dat jullie tijd hebben gemaakt hier bij Dommeland Live. Heel veel succes en plezier in Woepertaal. Ik volg jullie via Facebook, kunnen jullie thuis ook doen, hè? Want het is hartstikke leuk om daar de beelden van te zien natuurlijk. Dankjewel. Wij gaan naar een andere sport, namelijk het wielrennen. Want zoals ik straks al aangaf, de grote finish afgelopen zondag, heel Bokstel. In ieder geval het centrum was in rep en roer. Overal stonden grote vrachtauto's, we hebben heel veel motoren gezien. Een enorme organisatie om dat de finish in Bokstel natuurlijk voor elkaar te krijgen. Volgens mij is dat uitstekend gelukt. De 163 kilometer lange slotrit met de finish in Bokstel werd gewonnen. En ik hoop dat ik dat goed zeg. Ik meegehoord hebben Marcel Kietel. Ik zou het anders in eerste instantie anders zeggen. Die behaalde zijn tweede etappe zegen in deze Ster ZLM Tour. En de grote winnaar, de gele ZLM leiderstrui, die kwam niet meer in gevaar. Cavendish was uiteindelijk de grote winnaar. We gaan kijken naar deel 1 van onze impressie van de Ster ZLM Tour. Vandaag de eerste keer een aankomst van de ZLM Tour in Bokstel. Ik heb begrepen dat u dat georganiseerd hebt. Kunt u daar iets over meer? Nou, dat ik dat georganiseerd heb, dat is een heel team van mensen die dat organiseert. Stichting Wielerbelang Schijndel, dat doen we al 26 jaar. Het is leuk om een keer een thuiswedstrijd te hebben. Ook spannend, want het valt niet mee een goed parcours neer te zetten. Het is hier een beetje krap, dus maar het voelt wel goed. Het voelt op zich heel prima. En hoe ziet het er voor de toekomst nou uit? Nou, wij hopen dat wij hier een dusdanig impuls gaan geven dat we de volgende jaren ook welkom zijn in Bokstel. Oké, en daar bent u voor aan het onderhandelen met de gemeente? Klopt, ja. En hoe loopt dat? Goed. U denkt dat dat wel gaat lukken? Positief gestemde mensen. Heel goed, ja. Oké. En zo het verloop van de Tour, gaat het verder goed? Ja, het is tot nu toe mooi. We hebben een goed podium gehad tot nu toe. Dus wat dat betreft geen klagen. Oké, dank u wel. Graag gedaan. En succes met de aankomst. Merci. Hè. Dank u wel. Ik was weer met Martin voor iedere uitdaging. Hier zijn we een kort van 20 seconden naar 144 kilometer koers. Het resulteert natuurlijk in een heel hoog tempo. Heel typisch voor de laatste etappes van de Rijn ontdekken naar de finish. Dat is eigenlijk 4. En ze hebben nog één ronde te rijden. Nog 19 kilometer. Long back to go. En we hebben hier een sprint, een bonificatiesprint. 3, 2 en 1 seconde. Een kwalificatie. En die is. En dan krijgen we hier een kapotop deze kapotop. Dat is op de rugbus. En de top. En we kijken hoe die volgende. Hoe die.
Zoals gezegd, we hebben straks nog meer beelden van dit ja, toch wel grote spektakel waar Boksel zich toch aan de ene kant heel mooi mee op de kaart heeft kunnen zetten. Er werden fietsen gewassen, er waren heel veel activiteiten voor kinderen, heb ik begrepen. We hebben straks ook nog de beelden van een gesprek wat onze collega Fons van Elderen had met natuurlijk onze Liemse held Koen de Kort. We hebben de huldiging van de Alpe d'Huez deelnemers, dus straks nog meer. Dat komt helemaal dik in orde. Inmiddels zijn mijn volgende gasten hier aan tafel, want wij lazen en hoorden en zagen de laatste tijd mooie berichten van de Makerskamer uit Boksel. Nou is er bij die Makerskamer, daar staat zeg maar boven het Makershuis, we hebben uitgenodigd de heer Romein Koonen daarvan. Helaas is hij niet aanwezig, maar wij gaan het hier met z'n drieën uitgebreid hebben over het mooie initiatief De Makerskamer. Die is in 2011 gestart. Mijn gasten aan tafel zijn Inge Huisman van Woonstichting Sint-Jozef. Welkom. Dank je. Katrien van Hettema, kunstenares, verbonden geweest of nog aan een van de projecten van de Makerskamer uit Boksel. Eerst even kijken van wat is het ook alweer de Makerskamer voor wie het nog niet weet. We gaan kijken naar een mooi project en beelden over de Makerskamer. Die herinnering. Ja, en daar waren we met z'n allen bij. Maar hoe ging dat verder dan? Want die auto, die jullie gingen toch naar... Die auto die is toen van de snelweg afgehaald. Die is naar een of ander dorpje een beetje gekeken naar de soort verhalen, dat ik dacht, ja, wat vinden wij dan grappig, hè? Waar gaan die grappige verhalen dan over? Ik kom misschien straks vragen het recept bij je halen. Tekeningen maken? Ja. Ja. Ja, het idee van de Makerskamer is natuurlijk ooit ergens ontstaan en geboren. Nu is het zo dat Romein Koonen en een partner Joost van Pagé, lang geleden alweer hoor, is dat ooit op het idee zijn gekomen, het ontstaan van het Makershuis was toen geboren. En waarom? Even kort mijn interpretatie van de filosofie daarachter. De kunstenaars zoeken woonruimte, maar... vaak is zeg maar de omgeving waarin zij verblijven en wonen, daar wordt dan niet al te veel aan gedaan. En dat zou nou juist kunnen verbeteren, maar als jij het anders weet, zou kunnen bijdragen aan een betere woonomgeving. Maar dat mensen het ook prettig vinden dat daar kunstenaars zich gaan vestigen, doordat ze misschien zien wat er gebeurt, dat de panden een extra tintje krijgen. In ieder geval, het Makershuis is toen ontstaan, hè, Inge? Nou, het is... Klopt dat? Het klopt wat je zegt, denk ik, vanuit de filosofie van het Makershuis. Mm-hmm.
Maar je moet je voorstellen, wij als woonstichting in Bokstel, je zou denken van wat moet nou een woonstichting hè, met een kunstproject. Dat is niet het eerste waar je aan zal denken. Vertel, hè. Maar wat voor ons heel belangrijk is dat wij naast het onderhoud en de kwaliteit van de woningen, dat het voor ons ook heel belangrijk is dat we werken aan die woonomgeving. Ja. Dat doen we natuurlijk nooit alleen, want dat is niet onze belangrijkste taak. Maar dat doen we altijd samen met de gemeente of met Delta. Of, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar allerlei maatschappelijke partners in de buurt. Mm-hmm. En wat voor ons heel belangrijk is dat die bewoners elkaar leren kennen. Dat ze elkaar opzoeken. En op het moment dat jij bewoners kan betrekken bij die woonomgeving, mm-hmm. bij allerlei initiatieven, dan zul je merken dat ze dat ze zelf ook steeds lekkerder kunnen gaan wonen. Dat er ook allerlei initiatieven dan in één keer ontstaan die anders misschien niet zullen ontstaan, omdat ze elkaar dus hebben leren kennen. En op welk moment zijn jullie naar het Makershuis toegestapt? Of hoe is de Makerskamer Boksel ontstaan eigenlijk? Dat is de grote vraag. Nou, wij zijn een aantal jaren terug begonnen met een heel groot renovatieproject in Seelissewal. Mm-hmm. Daar hebben wij onze eerste ervaringen opgedaan met een kunstproject. Dat was toen nog het maken van tuinbeelden. En dat was een enorme hit. Daar hebben toen, zal ik zeggen, van de 150 huishoudens die zijn aangeschreven, heeft ongeveer een vierde heeft daaraan meegedaan. En je kunt het nu nog zien, als je door de wijk heen loopt, dan zie je her en der in de Adrianastraat en zo. Daar zie je allerlei leuke beelden in de voortuin staan die mensen zelf hebben gemaakt. Ja. Ook met verhalen erop, persoonlijke verhalen van mensen. Ja, was jij daar ook al bij in actief? Oké, we gaan zo echt naar jouw prachtige boeren. Ja. En dat was voor ons de eerste ervaring, dat je dus merkt dat kunst heel erg laagdrempelig is. En dat het heel makkelijk is om op die manier bewoners dus eigenlijk achter hun voordeur uit te trekken en met elkaar om tafel te mm-hmm. zetten. En iets leuks te gaan doen. En je moet je voorstellen dat het dan dus niet knip- en plakwerk is, maar dat het echt wat meer inhoud krijgt. En toen hadden wij gehoord al van de projecten van het Makershuis in Den Bosch. Ja. Zodoende zijn wij daar op uitgekomen. We hebben nog meer kunstprojecten, maar goed, daar kan ik misschien straks nog wel wat over vertellen. Ja, erg leuk om te horen. Ja. Dus het Makershuis in Den Bosch. Ik heb inderdaad de sites bekeken en gelezen. Daar zijn jullie mee in contact gekomen. En afgelopen december, november, was dat het eerste project, het Lichtjesproject, hè? Ja, we zijn in oktober 2011 gestart mm-hmm. met het eerste project. Toen zijn twee kunstenaars, Ian van Gemert En Guus Voermans. En Guus Voermans. Die zijn de boer opgegaan. Die hebben bewoners opgetrommeld. Ja, en die hebben een fantastisch mooi project opgeleverd. Ja, en hoe fantastisch? Ik onderbreek je even. Daar kunnen we zo meteen naar gaan kijken. Het Lichtjesproject noemen we het. Van Guus Voermans en Ing van Gemert. En dan rijden we het. We gaan een spoor van creativiteit. Zeg ik de metafoor. Ik had liefst de slang van een paar kilometer. Heel Boksel gehad. Gewoon. Er ging een loodgieter op de Koningshoeve ging vertrekken en daar ligt al het rotzooi op. En ik zag al die rolletjes van een meter of 10, die lagen daarop, een stuk 5-6 van die rolletjes. Nou, die heb ik van de container afgehaald. Maar ik kan dan natuurlijk dat niet laten, want ik heb hier vier systemen van ontwikkeld. En toen lag eigenlijk voor de deur, ze kwamen het gewoon brengen, vloerverwarmingsbuis. Nou, een batterijtje er doorheen. Blazen en je weet het, dan in één keer beginnen de radertjes te draaien in je hoofd. Van de mensen uit Brukelen. Ik voelde me toch schatplichtig aan Brukelen, want daar ben ik geboren en getogen. Ik ben een zoon van een loodgieter. Ik heb mijn afkomst helemaal niet verlogend als kunstenaar zijnde, want voor mij geldt pijpen en buizen en allerlei soorten techniek. Dat geldt mij, het is me de paplepel ingegeven, ingeslagen. In de plaats. Prachtig om te zien hoe Guus bijvoorbeeld vertelt over zijn achtergrond, de buizen die er maar liggen. Maar dit is het eerste project van de Makerskamer. Er is natuurlijk nog een. We hebben net naar de beelden gekeken van Katrien van Hettema, kunstenares, wonende in Lennesheuvel. We schakelen even over naar de borden.
Ik vind het bijzonder hoe jij dat hebt aangepakt. Wellicht kun jij de mensen thuis er nog iets meer over vertellen. Hoe ben je te werk gegaan? Ik moet even denken wat ik daarover zal vertellen. Want dat is natuurlijk in het filmpje al een heleboel laten zien. Waar het mee begon is, was een herinnering van mijzelf. Als er in de familie een tante of een oom jarig was, dan had ik tantes die bij elkaar kwamen. En de ene tante had een nog sterker verhaal van het andere, waar we allemaal vreselijk om moesten lachen. Dus dat werd een soort sport, wie het leukste verhaal. Het ging vaak over kinderen, waar dingen niet helemaal goed mee gingen, maar die eigenlijk heel erg grappig waren. En dat is eigenlijk een beetje de oorsprong van het idee. En ik heb ook in Oosterwijk iets dergelijks al eens eerder gedaan. Daar heeft het een hele andere vorm gekregen. Maar het leek me goed om dat dus verder uit te werken. En ik zocht ook een kunstvorm die voor iedereen acceptabel is. Wat niet zo'n hoge drempel heeft. En ik heb het ook gemerkt bij de gesprekken bij de mensen thuis. Heel veel mensen hebben inderdaad een bord aan de muur hangen. Oh ja, is dat echt zo? Een herinneringsbord of nog een mooi bord wat nog over is van een servies of wat ze op een vlooienmarkt gekocht hebben. Dat vond ik eigenlijk wel frappant om dat inderdaad te zien. Dat hier en daar zo, ook zo is. Het ophangen van een bord is dus een kunstvorm die voor niemand moeilijk is. Zo zijn al die ideeën die zijn daarin samengekomen. Okay. Ja. En toen, de grappige verhalen, die ben ik, dat zag je in het filmpje natuurlijk wel. Ik ben echt bij veel mensen aan huis geweest om een grappig verhaal naar boven te krijgen. Ja. Leuk, maar er gaat ook heel veel tijd in zitten. Hè, ja, daar ging wel tijd in zitten. En je neemt het ook allemaal weer even mee. En ja. Ik doe maar even een beetje zwart-wit. Een kunstenaar lijkt me niet de type die daar heel nuchter en cool mee omgaat. Dus dat blijft soms denk ik ook nog wel even hangen. Want dat heb je ook weer nodig om het te vertalen, neem ik aan. Hoe ben jij benaderd door de woonstichting? Of hoe is dat gegaan? Nee, dat is via de Makerskamer gegaan. Of het Makershuis moet ik dan natuurlijk eigenlijk zeggen. Want dat is de overkoepelende organisatie. En binnen een huis heb je kamers. En zo hebben we in Breukelen, in Boksel, dus een kamer. Een Makerskamer. Ja. En de Makerskamer heeft zich ook wel bekend gemaakt bij de Bokselse kunstenaars. Mm-hmm. Kunstenaars die konden een voorstel doen voor een project. En dit was mijn voorstel. Leuk. En dat werd omarmd. En dat was ook heel erg leuk dat ik dat kon uitvoeren. Ja, zeker. Wat is dan de rol van de woonstichting in deze? Op dit moment, terwijl het project loopt, eigenlijk niet zo heel groot. Mm-hmm. Wij zijn ervoor om het project natuurlijk kenbaar te maken. Zoveel mogelijk publiciteit, want het is echt een fantastisch project. We steunen het natuurlijk financieel. Ja. Maar eigenlijk gedurende het project is onze rol niet zo groot. Mm-hmm. Het doel wat we ermee willen bereiken is dat wij gewoon zelf ook in contact komen met bewoners. Ja. Je moet je voorstellen dat wij straks het einde van het jaar gaan met de gemeente samenwerken aan een wijkvisie voor Breukelen Centrum. En dan is het voor ons natuurlijk hartstikke belangrijk dat wij weten wat de bewoners willen. Ja, ja. En dit is voor ons zeg maar de manier om bewoners daarbij te kunnen betrekken. Ja. Dus ons doel is eigenlijk om deze... vanaf oktober vorig jaar om de bewoners zoveel mogelijk te leren kennen. Zodat we ze dadelijk heel laagdrempelig kunnen benaderen om mee te denken met ons. Valt daar de stationsbuurt ook over? We hebben het meteen over een heet hangijzer, want het ziet er niet uit. Nee. Zou het toch prachtig zijn? Nee. Is dat ook iets wat jullie dan initiëren en meenemen in dat plan? Of loop ik al op dingen vooruit misschien? Ja, dan loop je inderdaad wat op dingen vooruit. Want de Makerskamer is echt puur en alleen gericht op de wijk Breukelen. Oké. Okay. Ja. Oh, en Oost en zo... Nee. Meer kamers in een huis? Ja, nee, maar de Makerskamer Breukelen is in principe echt alleen bedoeld voor bewoners uit Breukelen. Mm-hmm. Ja. Ik voel een uitbreiding. prima. Katrien, even naar jou terug. Jij heb ik gelezen, verre reizen gemaakt. Mont Blanc las ik in het blad van Lennesheuvel, Lapland. Ik vond dat heel erg boeiend. Hoe vertaal je dat, even los van dit, hoe vertaal je dat in jouw kunst of in jouw werk? Doe je daar iets mee? Ja, daar doe ik iets mee. Als je in een nieuwe omgeving bent, dan staan je zintuigen veel scherper afgesteld, als het ware.
En alles wat anders is dan thuis of je directe omgeving, dat valt veel meer op. Dat neem ik in ieder geval in me op. En bepaalde landschappen vind ik ook heel indrukwekkend. En zeker de omgeving van de Mont Blanc. Hè, dat is inderdaad een indrukwekkende grote witte berg. Want dat betekent dit, witte berg. Mm-hmm. Hè. En die kun je dus van grote afstand kun je misschien liggen bij helder weer. En dat is... ik heb zeefdrukken gemaakt, daar zie je ze in terug. Je moet eigenlijk zeggen gemengde technieken waarvan... zeefdrukker eentje, één onderdeel van is. En ook van Lapland heb ik ook een beetje combinatietechnieken werkstukken gemaakt die daarover gaan. Mooi. Ja. Goed, het diner, ik ga van de haak op de tak, dat mag vanavond. Het diner was volgens mij voortreffelijk verlopen. Ja. Wat ik me nou afvraag, als ik nou zo'n mooi bordje zou krijgen, ik zou er bijna geen eten op durven leggen. Die mensen waren er ook. Ja? Want we hadden ook bordjes van bamboe. En ik zag inderdaad ook mensen die het bord naast zich zetten en van het bamboebordje maar gingen eten. Want, Zonde. Zund, zeggen ze in Boksel. Ja, maar een bord waar je van je... kun je in principe van eten, maar je kunt het ook ophangen. Ja. Dus dat is de keuze aan de mensen. Ja. Nu is dit project succesvol afgerond. Maar goed, Woonstichting Sint-Jozef, jullie doen ook nog meer. Hè? Dat zei je net al. Ik zag voorbij komen Splash. Hoort dat ook Splash bij jullie? Ja, dat klopt. De etalage bij de Rotonde Den Tijber. Ja. Wij zijn al een aantal jaren ook met Sint-Lucas bezig om allerlei initiatieven te ontplooien. Dat is, meen ik, in 2008 begonnen. Toen hebben wij dat nieuwbouwcomplex de Baanrots opgeleverd en daar was een etalage onder. Mm-hmm. En toen bedachten wij van, nou, hoe leuk zou het zijn als wij nou met studenten van Sint-Lucas die etalage kunnen vullen. Maar dat we dat eigenlijk bij hun neerleggen. Zodat die studenten eigenlijk een soort een leermoment, hè, zodat ze wat ze dus leren op school in de praktijk kunnen uitoefenen. Dus wat we dus nu met ze doen iedere keer is een... thema, een onderwerp aan ze meegeven aan een eindexamengroep. Ja. Dan krijg je een aantal voorstellen en daar kiezen wij er eentje uit. En het laatste thema, het laatste onderwerp was de makerskamer. Ja, prachtig. Ja. Wat ik persoonlijk boeiend vind aan dit soort projecten... is dat we leven natuurlijk in een hele, vind ik, snelle maatschappij... waar het toch wel heel belangrijk is om heel veel diploma's te hebben... hard te werken, toch ook nog wel een stukje status... Terwijl ik dan denk, cultuur zit toch zo eigenlijk in ons systeem als mens. En we komen er bijna niet aan toe. En het kan zo inderdaad zo mooi verbroederen, hè, lijkt me het hele mooie daaraan, Katrien. Wat is jouw visie? Even kort. Ik weet niet wat je onder verbroedering verstaat. Ja, nou in ieder geval contact, laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad. In ieder geval contact. Ja. Nou, wat natuurlijk met de verhalen heel leuk was, is dat een verhaal is ook een cultureel fenomeen. En als mensen hun eigen verhaal bij zichzelf opdissen, dat is natuurlijk al heel mooi. Want bij sommige mensen wisten echt helemaal geen leuk verhaal te vertellen. Die wisten echt helemaal niks leuks. Misschien de volgende dag wel of een week later, maar op dat moment niet. Maar er waren ook mensen die dat meteen voor handen hadden en niet één, wel 10. Dus het is heel erg verschillend. Dus aan de ene kant is het dus het verhaal wat uit de mensen zelf komt, hè, uit hun eigen leven, mm-hmm. wat de leidraad is voor het... En cultuur moet natuurlijk uit jezelf komen. Ja. Dat moet niet iets zijn wat van buitenaf wordt opgelegd, hè. Mm-hmm. Op school moet dat wel een beetje, maar... Ja, het hele blad moest vol, er mocht geen wit meer zijn en dat soort dingen. Doen we die meer? Ja. Ja, ik vrees dat het toch een beetje moet af en toe. Ja. Want je moet ook nieuwsgierig zijn. Je moet je blik verruimen. Ja, en daar zijn scholen denk ik ook goed voor. Het is niet alleen maar slecht natuurlijk. Hè? Ja. Het allerlaatste, tot slot, het volgende project is dan bekend? Volgens mij zijn ze daar... Nee, want het is natuurlijk nu zomerperiode. Dus nu ligt het heel even stil. Ja. Maar ik denk dat we in september dat... 1 of misschien wel 2 nieuwe kunstenaars aan de slag gaan in de wijk. Ik ben reuze benieuwd. Ja, ik ook. Ik dank jullie hartelijk voor jullie deelname hier aan Dommeland Live. Blijf lekker zitten, want we hebben nog mooie beelden. Want zoals beloofd hebben we nog een deel 2 van de Ster Zet Alem Tour. En dan spreekt onze collega Fons, Koen de Kort himself. Ik
zou zeggen, kijk maar mee. Wij gaan zo dadelijk naar een hervorming. Was het Roelandse van voren, maar Renzo was de tweede, dat klopt. De derde man was nummer 6. Roelands was derde. Hoe ging het vandaag? Ja, het was eigenlijk zoals we gehoopt hadden, een massasprint. Daarvoor zijn we hier, om eigenlijk voor de Tour te oefenen, eigenlijk, om het zo maar even te zeggen, voor de massasprints. Dus het was belangrijk dat het met de communicatie en het plaatsen van Marcel Kittel alles goed ging. Dus daar hebben we vandaag voor gewerkt en uiteindelijk kwam alles perfect uit. Oké, hadden ze vanmorgen op Omroep Brabant een verhaal dat jij waarschijnlijk jouw eigen gemeente alleen in zou rijden. En dat hebben we niet gezien. Nee, helaas ging het best wel hard, dus dat was niet mogelijk. Dus ik heb me moeten sparen om te zorgen dat mijn ploeggenoot kon winnen. En daar heb ik een groot aandeel in gehad. Dus ik ben er eigenlijk net zo blij mee als wanneer ik zelf zou begonnen. Okay. Maar heb je ook langs de kant je familie en zo zien staan en kennissen? Want daar zou jij ook naar zwaaien, heb ik begrepen. Ja, absoluut, absoluut. Er waren er al heel veel in Schijndel bij de start. En ik heb onderweg nog veel mensen gezien. Want je weet dat je hier heel veel fans hebt, hè? Ja, absoluut. Dat is al duidelijk. Dat heb ik gehoord en gezien. Ja, dan kun je wel in Spanje gaan wonen of zo, maar in de Bokstel, daar zit jouw basis, hè? Ja, absoluut. Ik ben ook nog vaak genoeg hier, hoor. Ja, ik voel me nog steeds Liemdenaar of Bokstel, hoe je het ook wil noemen. Mooi zo. Hoe zit het nou met die Tour de France? Kun jij ons nu echt nieuws brengen dat je mee gaat doen, ja of nee? Nou ja, dat zou zeggen dat het hier wel hebben laten zien en ik zelf heb laten zien dat die samenwerking heel goed gaat. Dus dinsdag zal het bekend worden gemaakt. Tot die tijd mag ik nog niks zeggen, maar ik ga er stiekem wel een beetje vanuit. Ja. En dan ga je nu, heb ik begrepen, weer naar Spanje om te trainen? Ja, klopt. Nog even een weekje in Spanje trainen en dan kom ik voor het Nederlands kampioenschap aanstaande zaterdag kom ik weer terug. Goed. Bokstel blijft jou volgen en Liemt natuurlijk ook. Ja. En we wensen jou heel veel succes, zeker als je met de Tour mee mag doen. En wij hopen dat ook. Ja, ja, nou, dat hoop ik ook. En dankjewel. De Duitse Express, dames en heren. De man die kan laag vliegen onder de radar door. De fantastische atleet van Argo Shimano. Hier komt Marcel Kittel. Je wordt beloond. Daria ook, kijk. En dan mooi met z'n drieën naast elkaar in de ovatie. Dries, als je mag, krijg je een applaus, Dries. En 35 punten, 1 puntje meer. Marcel Kittel! Kijken, we staan te blinken daar. Mooie groene trui van het sprintklassement. Vorig jaar goed voor 17 overwinningen. Nu inderdaad al 7 overwinningen op de teller. Dames en heren, de winnaar van het bergklassement is Nelson Oliveira en die komt uit Portugal! En hij zegt, ik kan er ook niks aan doen dat wij vanavond van Nederland gaan winnen. Mars Boom! Een meerdaagse wedstrijd, het fenomeen van het eiland Man, de Manxman. Hij is ook papa en hij is apetrots dat hij hier de eindwinnaar is geworden met de big smile, Mark Cavendish! Daria, weight first the New Jersey. Meneer Bram de Jonge, algemeen directeur van ZLM Verzekering. Geeft de trui van ZLM met stip aan Mark Cavendish. Heren, voor de top 3, voor Jurgen Roelands, voor Lars Boom en voor Mark Cavendish. Ja.
gemeente staan hier apendrots te wezen. We hebben al een klein applaus gehoord, maar je moet een applaus produceren wat ze in Den Bosch, in Eindhoven en in Tilburg kunnen horen. Maak een applaus voor de top 3! Van schitteren bij de Olympische Spelen en bij de Ronde van Frankrijk. Ja, we mogen best een beetje trots zijn op dit grootste evenement in ons mooie Boksel. En trots op Koen de Kort natuurlijk. En natuurlijk, het is inmiddels bekend, ja, hij doet mee met de Tour de France. Mooie reden om, in ieder geval, ik vind het altijd wel handig als ik iemand ken. Dat volgt makkelijker, hè? Volgen jullie de Tour trouwens, tussendoor? Nee. Oké. Okay. Sorry. Nee, ja, ik vind de radio dan altijd wel gezellig. Nou, op wie wij ook heel erg trots zijn, dat zijn natuurlijk alle deelnemers van onze gemeente die mee hebben gedaan. De Tocht der Tochten, Alpe d'Huez, is natuurlijk een evenement geworden wat ja, behoorlijk een hype is geworden en uitgegroeid tot een hele volle berg. Maar gelukkig ook voor heel veel geld voor het KWF. Op dat mooie podium waar u net naar gekeken heeft, was er ruimte en aandacht, wat ik geweldig vind persoonlijk, om deze eigen sterren die meegefietst hebben aan de Alpe d'Huez voor het goede doel, om deze personen te huldigen. Daar hebben we ook nog een mooie impressie van. De vijers van Boksel. Van Alpe d'Huez gemeente. Heel veel geld inzamelen voor onderzoek tegen kanker. Dat zijn de doorgevers van de gemeente Boksel. Ja, het was natuurlijk zwaar. Is het tegengevallen? Nee, het is niet tegengevallen, maar het was wel heel erg zwaar. En we werden wel ook nog één keer ingehaald door een runner van 65 of zo. Dus heel snel gingen we ook niet. Maar uiteindelijk hebben we het toch veel sneller gedaan dan wat ik verwacht had. Zeg ooit van de man met de hamer, maar ik heb hem niet gezien, maar wel gevoeld. Ja? Nou, de eerste twee keer ging goed, maar de derde keer kwam het uit mijn tenen. Dus, maar ik heb het gehaald. Maar het is een super ervaring geweest. Onze renner? Ja. Hoeveel keer ben je geweest, Villa? Ik ben twee keer geweest. Het is me gelukt. Dus ik ben heel erg blij. Ja, want het was zo spannend of het lukte de tweede keer. Ja, dat klopt. Ik ben op die dag woensdag iets eerder vertrokken. En ik denk, dan loop ik ook niemand in de weg. Maar het was goed te doen. Ik had ook later kunnen vertrekken en dan twee keer kunnen gaan. Ik had voor geen goud willen missen. Dus. Hoeveel keer ben je de berg opgegaan? Vier keer. Oh. Ja. Knap, dat was ook de bedoeling? Dat was de bedoeling ook van tevoren. Ik had, en dan moet ik toch eventjes de mensen van Fysio Verzeijden even bedanken. Die mij toch echt op het laatste moment nog opgeklapt hebben gekregen om überhaupt mee te doen door een blessure die ik had. Okay. Vier keer was mijn doelstelling gehaald. Super tevreden en gewoon indrukwekkend. En eigenlijk kun je er, je kunt er heel veel over vertellen. Alleen de dingen die je ziet en die je onderweg meemaakt is gewoon onbeschrijfelijk. Ja. Wat was nou het meest bijzondere moment voor jou? Laatste keer dat ik boven kwam. Ja? Ja, echt door een haag van mensen kwam je naar boven en je werd helemaal naar boven geschreeuwd. Ja. En dat zal ik nooit meer vergeten. Nee, dat denk ik ook. Nee. Sam, wat was voor jou het mooiste moment? Ja, eigenlijk ook wel de laatste keer. Dan is toch wel de leukste keer, want dan weet je echt dat je laatste beklimming is en dan ga je ook ga er helemaal voor. Dan kan het niet meer kapot, hè? Kan het niet meer kapot, nee. En voor jullie? Wat was voor jullie het mooiste moment? Ja, het was vooral mooi dat mensen gewoon allemaal langs de kant, zeker de laatste keer was het zo zwaar. En dan toch dat mensen, die roepen je er gewoon doorheen en dan lukt het uiteindelijk toch nog wel. En Jules, voor jou, wat was voor jou het mooiste moment van heel de dag? Dat was toch wel de laatste bocht, denk ik. Als je het net het hardst nodig hebt en dan staat iedereen langs de kant je nog omhoog te schreeuwen. Ja, dat was wel het mooiste. Ja, u keek vanavond naar de laatste Dommeland Live van dit tv-seizoen. Want dat eindigt, u heeft het misschien op nationale tv ook gemerkt, altijd zo tegen de zomer. Wij gaan even met vakantie. Na de zomer zijn wij er weer. Houdt u in ieder geval de website en onze tekstpagina's op tv goed in de gaten. Dan weet u precies wanneer. Ik dank u allen voor het kijken naar Dommeland Live. En alvast een veilige en een hele fijne vakantie gewenst.